Het is een samenwerkingsverband van drie partijen. Het Oud-Burger Gasthuis, het Hobbycentrum en het Autodeelinitiatief Mobiel Gedeeld. Samen willen ze ouderen in Nijmegen mobieler maken. OBG is een maatschappelijke organisatie, staat in de wijk. En wij zijn ook op het gebied van duurzaamheid. We hebben ook een MVO-plan. Duurzaamheid vinden wij belangrijk. En toen wij op een deeldag mobiel gedeeld tegenkwamen, zeiden we van nou, dat is iets wat wij wel omarmen. Delen van de auto is goed voor ons milieu. En ja, in dat oogpunt willen we daar graag aan meewerken. Het project Sociaal Autodelen houdt in dat wij met Mobiel Gedeeld in samenwerking met het OBG en het Hobbycentrum Nijmegen-Oost een auto plaatsen hier in Nijmegen-Oost bij het OBG. En deze auto is in principe eigenlijk een deelauto zoals die bekend is bij de meeste, hè, een Greenwheels-achtig concept. Alleen wat wij anders doen en wat ons sociaal maakt, is dat deze auto dus ook gedeeld kan worden door mensen zonder rijbewijs. Alleen die mogen natuurlijk niet zelf rijden, maar die worden door vrijwilligers, dus mensen met rijbewijs die zich ook hebben ingeschreven op die deelauto, worden zij vervoerd. We zijn elkaar tegengekomen bij een deeldag hier bij het OBG. En het plan is ontstaan om hier een deelauto ook voor de deur neer te zetten. En vanuit het hobbycentrum doen we daar graag aan mee. Er is hier openbaar vervoer, maar daar moeten ze vaak een paar honderd meter voor lopen. Met dit initiatief kunnen ze zeg maar, ja, aan huis instappen. Deelnemers uit de wijk die moeilijk ter been zijn, die kunnen gebruik maken van de deelauto. En zo hopen we dat er nog meer mensen gaan komen bij het hobbycentrum. Het doel is eigenlijk de combinatie. Dus het brengt mensen samen. Het heeft een hoog sociaal karakter. Maar daarnaast is het ook zo dat het, het stelt mensen in staat om langer hun eigen mobiliteit te organiseren. Vrijwilligers krijgen geen geld voor het vervoeren van deze mensen. Dat is echt iets wat ze doen omdat ze het leuk vinden. Of daar een fijn gevoel bij krijgen. Hè, iets voor een ander doen. We hebben al twee informatiemiddagen gehad. En daar waren bewoners zeg maar, uit de woongebouwen die hier wonen aanwezig. Ook mensen uit de wijk. En daar kwamen enthousiaste verhalen uit. Samenwerking is organisch tot stand gekomen. Ik weet niet meer precies hoe we elkaar gevonden hebben, maar wij kwamen al snel in contact via een deeldag, denk ik, van Nijmegen. En dat bleek gewoon dat er is hier behoefte aan een stukje maatwerkmobiliteit. Er wonen hier een hele hoop mensen op relatief weinig vierkante kilometers die graag van dit soort initiatieven gebruik zouden maken. En inderdaad weer tegen een heel betaalbaar tarief erop uitgaan.